Almelo heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. Arjen Gerritsen mocht de vier wethouders installeren tijdens de raadsvergadering. Eerst werd nog afscheid genomen van Alex Langius, die de afgelopen periode namens de ChristenUnie wethouder was. Eén agendapunt wat ik, zij het kort, aan de orde zou willen stellen en wat niet op de agenda staat, betreft het al eind maart, begin april uit het college treden van wethouder Alex Langius. En Alex is aanwezig in de zaal. Alex, ik zou het op prijs stellen als je even nog bij ons zou komen zitten. Geachte aanwezigen, geachte raadsleden, bedankt voor de zeer vriendelijke woorden die in een veelheid over mij zijn uitgestort in uw betoog. Dat vind ik wel heel erg veel, hè, want ik ben hier maar gekomen als een nederig dienaar van deze gemeente en uw gemeenteraad om als bestuurder dat te doen wat noodzakelijk was. En ik word er eigenlijk een beetje verlegen van. U weet dat ik dit soort plichtplegingen liefst aan me voorbij laat gaan, maar vooruit. Maar toen ik geroepen werd, en dat meen ik serieus, ik voel het als een roeping, toen is Almelo me wel onder de huid gaan zitten, in de positieve zin van het woord. Almelo heeft alles in zich wat het een prachtige stad maakt, wat het authentiek maakt en wat ook alles in zich heeft om een goede toekomst tegemoet te gaan. En gelukkig zijn we die periode van tegenwind, financiële tegenwind, hebben we overwonnen met een lach en een traan in collegialiteit en van tijd tot tijd ook wel schurend in de discussies in de gemeenteraad. Maar we staan er weer. Het college bestaat nu naast de burgemeester uit Jan-Martin van Rees van LAS, Monique van Zanen D66, Eugène van Mierlo CDA en Arjen Maathuis VVD. Met de nieuwe wethouders kwamen er ook weer zetels vrij in de gemeenteraad. Voor de VVD is de fractie aangevuld met Willem Loupatti. Voor LAS komt Marieke van Doorn terug in de raad. En Henk Huisman treedt toe voor D66.